Wat is nou de verbinding met Cornelis Buys de Tweede, de aankoop die u zo ruimhartig mogelijk heeft gemaakt? De verbinding is dat Cornelis Buys de Eerste, de Tweede, Jacob Cornelis van Ossane en alle kinderen, kleinkinderen, één grote schildersfamilie vormde. Die vanaf het begin van de 16e eeuw tot in het verloop van de 16e eeuw van hele grote betekenis zijn geweest. Het graafschap Holland, Alkmaar, Amsterdam, natuurlijk ook Haarlem. Hele belangrijke plekken voor dit soort vroege meesters. Die we eigenlijk een beetje als de cultureel ondernemers van toen kunnen zien. Grote bedrijven waar kinderen, kleinkinderen, assistenten, leerlingen werkten. Cornelis Buys de Eerste en zijn zoon Cornelis Buys de Tweede hadden een groot atelier aan de Lange Straat in Alkmaar. Zeg maar de Kalverstraat van Amsterdam in die tijd. Jacob Cornelis van Ossane had twee panden aan de Kalverstraat in Amsterdam. Dus gelijktijdig Alkmaar-Amsterdam heel erg belangrijk. Cornelis Buys de Tweede, het schilderij dat wij konden aankopen, kwam eigenlijk toevallig op de markt. Maar kwam ongelooflijk gelegen vanwege de tentoonstelling over zijn oom van Ossane. Maar ook omdat wij niet zoveel hebben van die 16e eeuw. Omdat er weinig op de markt komt, vooral van Alkmaarse meesters. En als het op de markt komt, het eigenlijk onbetaalbaar is. Heel mooi was dat wij dit schilderij van Cornelis Buys de Tweede, ik zal even zijn data geven. Geboren omstreeks 1495, gestorven 1545. Geboren en gestorven in Alkmaar. Maar we hadden dus al een schilderij, dit laatste avondmaal, dat in 1981 is verworven dankzij de vereniging Rembrandt. En zo heel veel jaar later lukt het ons dus weer opnieuw. We hadden ook nog een ander schilderij. Een portret ook van Cornelis Buys door Cornelis Buys de Tweede gemaakt van Petrus Nannius, rector aan de Latijnse school. Dit is een werk dat we in langdurig bruikleen hebben, ook al heel erg lang. Maar goed, het schilderij waarvoor ik hier ben. Jacob trekt bij Laban weg, ik laat hem u zo zien. Een schilderij uit 1535, een monumentaal olieverf op paneel. 94 bij 109 centimeter, voor die tijd een groot werk. En hoe kwam dat nou in Alkmaar? De titel van een artikel in het Rembrandt Bulletin heet ook Hoe Jacob naar Alkmaar kwam. We hebben twee Jacobs. We hebben dus deze Jacob, onderwerp van het schilderij van Cornelis Buys, en Jacob Cornelis van Ossane. Nou, wat mij betreft twee ware Jacoben die naar Alkmaar zijn gekomen. Het schilderij werd ons... De aandacht werd erop gevestigd door Peter van der Brink, de directeur van het Suurmond Ludwig Museum in Aken. Peter had het schilderij gezien bij Johnny van Haafden, belangrijke handelaar in Londen, die u vast kent ook van zijn fantastische werken die hij altijd aanbiedt op de TFAF. Ik ging kijken en Johnny van Haafden is een hele slimme handelaar, had het schilderij fantastisch mooi opgesteld. Mooie licht, mooie lampen erop en daar stond het te pronken en ik was in één keer verliefd. En tegelijkertijd toen ik de monumentaliteit en de kwaliteit van het werk zag, wist ik ook, dit gaat ons nooit lukken. En dat klopte in die tijd toen nog wel, want hij vroeg er, als ik prijzen mag noemen, is toch interessant om te weten, ik zie geknik bij het bestuur, hij vroeg oorspronkelijk €980.000 voor. En ons aankoopbudget is inmiddels iets hoger, maar is enkele tienduizenden euro's. Dus elke aankoop die wij kunnen doen is of met steun van de gemeente, altijd met steun van fondsen en ook regelmatig met steun van particuliere donateurs. €980.000, het stond daar te pronken. Ik had het eigenlijk een beetje opgegeven. Johnny hield contact met me, want zo doet hij dat. En vervolgens kwam het werk op de TFAF. En toen kwam het in de sneltreinvaart. Ik was inmiddels in contact gebracht met een van oorsprong Alkmaarse verzamelaar die in België woont. Een heer op leeftijd. Prachtige verzameling 17e eeuw. Ook wat 16e eeuw. En hij wilde graag iets doen. Iets terugdoen voor zijn geboortestad. Maar goed, we wisten niet of het dan mogelijk zou zijn. Uiteindelijk bleek, hij wilde wel de helft betalen. En inmiddels was de prijs teruggebracht naar €650.000. Ik heb in een telefoongesprek van 5 minuten nog een ton eraf kunnen halen. Dus het was €650.000. Maar ja, dan heb je de helft, maar dan ben je nog nergens. Want waar haal ik de andere helft vandaan? Nou, het bestuur van de vereniging was er, Fusine was er. Er waren een aantal adviseurs. En eigenlijk heel snel op die TFAF was iedereen het erover eens. Dit is een heel mooi werk. Dit werk zou naar Alkmaar moeten kunnen.
En zo kwam het rond. Dus 7 maanden later kwam het schilderij aan. Uit Londen. Hier in ons voordepot. En hier onthuld door de zeer trotse burgemeester van Alkmaar. Alkmaar heeft ook bijgedragen en zeer belangrijk ook het VSB-fonds. Die hebben echt het laatste stukje gedaan dankzij het aankoopfonds van de Bank Giro Loterij. Dat maakt het mogelijk. En het leuke was, onze burgemeester heeft een theologieachtergrond, heeft ook geschiedenis gestudeerd. Hij kende het hele verhaal uit zijn hoofd dat hier is afgebeeld. Dus hij was ook de juiste persoon om het te onthullen. Dit is het schilderij. Als u de komende week nog naar Alkmaar komt, kunt u het zien in de Van Ossane tentoonstelling. En daarna keert het terug op een hele mooie plek in onze zaal voor de 16e eeuwse kunst. Het is een fantastisch verhaal wat is uitgebeeld. En ik zou zeggen, lees het na als u het interessant vindt. Dit is Genesis 31. U ziet het hierboven op de banderol. En het verhaal wat wordt verteld is een vervolg op een ander werk van Buys, Rebecca en Eliezer bij de bron, bij de put, in een privécollectie, dat Genesis 24 verbeeldt. En in Genesis 31 is eigenlijk het verhaal van Jacob die zijn schoonvader Laban verlaat. Wat gebeurt er? Jacob heeft decennia lang hard gewerkt voor zijn schoonvader, kreeg er heel weinig voor betaald, kreeg ook de slechtste schapen om een kudde van te maken. Maar wat gebeurt er, en dat gebeurt zo in dit soort oud-testamentische verhalen, Jacob's kudde groeide en groeide en groeide en hij werd uiteindelijk veel vermogender en rijker dan de echte zoons van, dan zijn zwagers, zeg maar. Die op een gegeven moment ook aan het bedenken waren hoe ze hem ten gronde zouden kunnen richten. Wat gebeurde er? En het leuke is aan dit schilderij, alle aspecten van het verhaal zijn in één schilderij uitgebeeld. Dus in dat opzicht echt nog een soort laat-middeleeuwse verteltrand. Jacob, een engel in zijn droom zegt tegen hem, Jacob, je moet vluchten, je moet naar Kanaan. En hier ziet u Jacob slapend en de engel. En hij vlucht met zijn vrouwen, meerdere vrouwen, waaronder Lea en Rachel en zijn vele kinderen. En u ziet Jacob hier ook rechts afgebeeld. En hier ziet u zijn vrouw Lea met kind. En ik heb even wat details eruit gehaald, want het is een fantastisch verhalend schilderij dat ook nog eens meesterlijk is geschilderd met kamelen en allerlei andere exotische dieren en prachtige details. Ja, ik ga sneller, Enfin, uiteindelijk komt het allemaal goed. Jacob vlucht met zijn vrouwen. Hij verzoent zich met zijn schoonvader. En hij trekt verder en zijn leven gaat door. Nou, waarom, dit is een heel mooi detail. Waarom is Buys nou belangrijk? Buys is een Alkmaarse schakel in dat grote netwerk, wat ik al zei, met Jacob Cornelis van Ossane. Dus een belangrijke meester en voor ons, omdat het een Alkmaarse meester is, een hele belangrijke aanvulling op onze collectie. APPLAUS.